als ik de baas van Utrecht zou zijn, dan had ik meer universitaire faciliteiten in de binnenstad gedaan. Uithof is mooi en alles, maar tak aan het fietsen. De gemeenteraadsverkiezingen. Niemand lijkt er nog mee bezig te zijn, maar we mogen weer stemmen. Toch is het best lastig om te kiezen tussen al die partijen. Stel dat jij nou de burgemeester van Utrecht bent. Wat zou jij dan veranderen? Als ik de baas van Utrecht zou zijn, dan zorg ik voor meer goedkope woningen. De Uithof is gewoon wel een saaie plek. Daar mag wel wat meer gebeuren. Meer kamers. Ja, meer kamers en goedkope. Betere lijn naar de Uithof. Meer bussen. Every seat on this bus is tripled up. Look at it all. Look at all those kids, damn it. Als ik de baas van Utrecht zou zijn, dan zou ik sowieso zorgen voor een grotere bioscoop. Maar dan zou ik die bioscoop eigenlijk in de tram naar de Uithof willen maken. Zodat je 's ochtends wakker gemaakt kan worden met de nieuwste bioscoophits. You know, when I first tell people that I work in the government, they say, oh, the government stinks. The lines are too long at the DMV. But now things have changed. People need our help. And it feels good to be needed. Als ik burgemeester van Utrecht was, dan zou ik wat aan dat godsgruwelijke station van jullie doen. Want dan zijn ze constant aan het werk en dus je vindt er je weg niet. Dan kom je daar een week later weer en dan weet je niet welke kant je op moet. En dat mag wel een beetje opschieten voor mij. Het is daar een grote rotzooi. En ik vind dat lelijk. Nou, ik zou de sociale cohesie verbeteren, want er zijn toch wel veel problemen in de wijk. In Utrecht zijn mensen weggepest. En sociale cohesie is onder de maat, vind ik, tegenwoordig. U kijkt zo lief. Oké. Okay. U garandeert. Meneer, ik deed mijn best nog, hè? Ja, het ging heel goed. Nou, ik vind Utrecht eigenlijk gewoon echt een hele goede stad. Ik kom zelf uit Gouda en daar voel ik me gewoon niet altijd veilig. En in Utrecht wel. En ik vind in Utrecht gewoon een hele fijne sfeer en ja, alles gewoon prima. Als ik de baas van Utrecht zou zijn, zou ik niet zoveel veranderen, want ik ben eigenlijk heel erg blij met Utrecht. Maar misschien meer korting voor studenten op de film of op eten.